Erik, welkom in de studio van ZZ Leiden. Dankjewel. Ziet mooi uit. 124,79. Wat was van tevoren je gedachte toen je naar de Vermuil ging, waar je vroeger gewerkt hebt in de Elmex-periode? Van wat gaan we voor wedstrijd spelen? Hoe gaan we het aanpakken? Nou ja, eigenlijk een beetje zoals Johan Cruijff vroeger zei. Zolang wij de bal hebben, kennen zij niet scoren. Helaas bleek het wat moeilijk om dat ook uitgevoerd te krijgen. De eerste 7 minuten zaten we er aardig in. Kwamen ook tot georganiseerd basketbal. Maar ja, het is natuurlijk allemaal bijzonder onervaren wat wij hebben rondlopen. Speelden vorig jaar in de DTL of nog lager. Of in de promotiedivisie over het algemeen, met de uitzondering van Joey Liem dan. Het is nieuw voor ze. En ze spelen natuurlijk tegen de ploeg die bovenaan staat ongeslagen. Dus gewoon lekker goed speelt. Fris van de lever, heel snel schakelen. En ja, dat is een schakelsnelheid die in de DBL normaal is. Maar in de promo ligt die echt een paar halve seconden later. En dan mis je net alle rebounds bijvoorbeeld. Of je bent net even te laat bij al je close-outs. Waardoor, denk ik, Leiden, ik heb het steeds niet bij de hand. Maar een ontzettend hoog driepuntspercentage heeft gescoord vandaag. Ja, ze stonden op een gegeven moment op 17 naar 25. Ik denk dat het 17 naar 28 is geworden. Ja, ja. Dus het recordaantal in de DBL is ooit 19 geweest. Ja. Dus daar waren ze nog redelijk naar op weg. Ja. En we hebben niet gekeken in de rust. Had Leiden 10 driepunten, dus jullie er 6. Of 16 in de ene helft van twee ploegen al een record zou zijn of zo. Ja. Die gegevens kunnen we nergens achterhalen. Ja, dan krijg je dat soort dingen. Ik vond het wel fijn dat we op het einde toch nog een beetje veerkracht toonden. Wat jonge honden, even onervaren, erbij ingestuurd. Maar ja, de een is daar wat minder vatbaar voor. Sommigen hebben ook echt heel veel last van zenuwen. Nou, sommigen hadden dat ook weer helemaal totaal niet. En gingen vrij onbevangen spelen. Dus het was toch nog een heel klein beetje draaglijk. Hoewel, daar kan je natuurlijk niet van spreken bij dit soort verschillen. Nee. Maar ja, het is voor ons allemaal nieuw. En wij gaan ons best doen om ook ervaring op te doen. En daar zit mooie gelegenheid voor. Ja, precies. Ik krijg natuurlijk straks nog een hele mooie serie wedstrijden in de Elite B tegen ploegen waar je gewoon van kunt winnen. Ik bedoel, dat probeer ik ze ook wijs te maken. Maar ja, ik wil wel wat sneller leren. Ik wil ook wel wat sneller vooruit gaan eigenlijk dan we op dit moment vooruit gaan. Maar het zijn in feite voor ons gewoon 11 oefenwedstrijden. Want dat wij in die Elite B terecht zullen komen, dat stond bij de aanvang van de competitie alvast. Ja, precies. Ja. Maar wat denk je daar nog uit te kunnen halen in de Elite B? Ik bedoel, ben je tevreden over het leerproces nu? Ik heb werkelijk geen idee, want het gaat erom hoe snel de spelers de routine of de ervaring oplopen om op dit niveau te acteren. Ja. En ja, als jij 3/10 seconden sneller schakelt, krijg je een hele andere wedstrijd. Verliezen we nog dik hoor, daar niet van, maar heb je al een hele andere wedstrijd. Ja. Hoe lang duurt het om spelers te leren sneller te schakelen? Bij jeugdspelers weet ik dat, dat zou kunnen. Maar op deze leeftijd zijn ze wat minder snel in dingen oppikken, dus ik weet het niet. Ja. Ben je tevreden over het leren tot nu toe? Dat had misschien wel sneller gekund? Ja, maar goed, de omstandigheden waren natuurlijk ook niet echt met ons. Met al die storingen van COVID-19, beperkingen die ertussen hebben gezeten. Dat helpt natuurlijk niet. En daar heb je des te meer last van naarmate het eigenlijk belangrijker voor je is om dat soort progressie te maken. Ja. Ja, precies. Goed, nou, ik wens je succes in de rest van de competitie in de Elite B. Ja, dankjewel. En wie weet zien we je nog in de play-offs. Ja, wie weet. Geert, welkom. Gefeliciteerd met de overwinning. Het was niet echt van tevoren niet onverwacht dat je deze wedstrijd zou gaan winnen. Maar hoe heb je de wedstrijd zelf beleefd? Als positief eigenlijk. 35 minuten lang hebben wij denk ik dingen gedaan waar we aan wilden werken. Nieuwe rotaties, nieuwe speler erbij. Ik denk dat we eigenlijk 35 minuten lang, de eerste 35 minuten van een uitzondering van een minuutje links of rechts, eigenlijk goed hebben gespeeld. Ja. Wist je dat je op koers lag op een gegeven moment voor het record aantal raken 3 punten in een wedstrijd? Wat is dat? Het record was 19. En we hebben er 17. Oké. Nee, dat wist ik niet. Maar
Ik denk dat wij geen enkel spelletje lopen specifiek om het drie punten te schieten. Dus dat komt uit de schakeling en de flow van het spel. En die vielen vandaag. En ik geloof dat we het team met rust hadden. Maar ik wist niet van het record in de DBL. Volgens mij is het wel een record aantal punten voor Zutphen Leiden. Want volgens mij, uit mijn hoofd zeg ik dat het op 123 of 120 lag. Okay. Maar 124, dat zegt me helemaal niks. Dus het zou een record zijn. Okay. Dus het was natuurlijk voor ons als kijker ook genieten en geblazen. We wilden natuurlijk kijken naar nieuwe spelers. Hoe vind je bijvoorbeeld de ontwikkeling van de nieuwe spelers? Hoe het gaat met LeChance? Wat vond je van King? Ja, eigenlijk wil ik meer over het team praten, maar specifieke vragen wil ik natuurlijk graag beantwoorden. Laat ik eerst globaal zeggen over beide spelers, Riley en Nick. Nu is Riley er ietsje langer en Nick is er een week, anderhalve week bij. En beide hebben nog kleine dingen die aangepast moeten worden. Waar de andere 12 spelers al 6 maanden mee bezig zijn. En wat langere tijd hebben gehad om die in te kunnen slijpen. Is het ook niet makkelijk. Ja? Er zijn heel veel nieuwe dingen voor beide jongens. Beide hebben hoog basketball IQ, dus ik heb er vertrouwen in dat ze dat ook snel kunnen oppakken. Maar beide hebben nog kleine dingetjes waar we aan moeten schaven. Kleine halve meter dingetjes in de verdediging. En in de aanval. Nou, omdat Riley er wat langer is, is hij wat dichterbij waar hij moet zijn. Nick, luister, het enige wat je van hem kunt verwachten is... hoge inzet en de spelletjes die we hem hebben aan kunnen leren, zo neerslachtig. Ja, maar ik bedoel, waar hij zijn best voor heeft gedaan in de afgelopen anderhalve week om ze onder de knie te krijgen, die heeft hij volle 100% uit proberen te voeren en ook effectief vind ik vandaag. Ik vond beide spelers bijzonder goed voor hoever ze zijn in het integreringsproces in het team. En ja goed, dat zijn die twee. En ik denk dat zij ook veel hulp krijgen van hun teammates, aanwijzingen. En het feit dat we de bal delen vandaag met een hoog aantal assists, is dat een record misschien? 37 toch? 37 assists, ja. Dat moet wel haast een record. Dat zou wel eens in de buurt kunnen komen. Niet dat wij voor records gaan hier, maar we speelden gewoon goed. En we speelden samen. En daar vielen denk ik... in bepaalde gedeeltes van de wedstrijd vielen daar mooie scores uit en was misschien wel attractief basketbal. Wist je trouwens dat je zelf ook een record hebt gegeven naar vandaag? Ik zelf? Ja. Ik als coach? Als coach zijnde? Nee. Het is zo dat in 2017-2018 won Paul Vervaak de eerste 8 wedstrijden van het seizoen. Dat was een record. Daarna is nog iemand op 6 gekomen, maar niet op 8. En jij staat nu ook op 8, dus je evenaart een record van Paul Vervaak. En je kan natuurlijk donderdag kijken of je dat record uit de boeken kan werken. Nogmaals, zijn niet specifiek met individuele wedstrijden bezig om records te breken. Maar ik zal dadelijk in de auto Paul bellen. En zeggen, met hem schakelen, kijken of hij dat heel erg vindt. En dat wij gaan proberen volgende week donderdag ook te winnen. Ja, precies. Hoe kijk je uit naar die wedstrijd tegen Heroes Den Bosch? Dat is donderdag. We gaan natuurlijk de hele week op voorbereiden. Maar wat verwacht je voor wedstrijd? Wof, dit is misschien iets wat cliché, maar de waarheid. Ik kijk eigenlijk niet voorbij de wedstrijd die als eerste staat. Almere was voor ons heel belangrijk vandaag. Vanavond zal ik misschien wat gaan kijken wat Heroes heeft gedaan. Zeker maandag, dinsdag, woensdag en woensdag zullen we ons voorbereiden. En ook nog donderdagochtend. Wat voor een wedstrijd verwacht ik? Ik denk dat het is uitwedstrijd natuurlijk. Heroes sterk thuis, sterk team uit en thuis. Ik denk dat misschien wel heel mooi basketbal kan worden donderdag. Ja. Nog een laatste ding. Ik bedoel, je had nu, volgens mij was bijna iedereen fit. Je moet nu gaan kiezen wie gaan er spelen. Je hebt een veel bredere bank met LeChance erbij en met King erbij. Hoe prettig is dat coachen? Nou, één, het is, weet je, even terug naar de wedstrijd tegen Weert. Toen hadden we geloof ik 7 man of 8 man in de rotatie. En ik had met Radenko daarover. Hij zegt, weet je, als je 7 man tot je beschikking hebt, kun je niks fout doen als coach. Nu hebben we er meer, dus nu kan ik allerlei fouten maken. Daar ben ik niet bang voor overigens. Ik ga fouten graag aan en daar kunnen we met z'n allen van leren.
Maar het is natuurlijk een luxe probleem. Maar ik wil dat eigenlijk jouw vraag beantwoorden en schakelen naar de trainingen. Door het toevoegen van deze twee jongens en een brede selectie van 15 man. Met de jonge jongens erbij en de jongens die vanaf het begin af bij zijn, hebben nu soms 15 man op training. En dat is een luxe waar ik bijzonder blij om ben. Want dan kun je trainen op een intensiteitsniveau dat, dicht bij de wedstrijd komt. En dat is een luxe die we hebben gecreëerd. Technische commissie en natuurlijk de bazen van mij. Samen met de coachingstaf en de Martin. En dat is een luxe waar ik heel, heel erg blij om ben. Natuurlijk hoop ik dat dat ook gaat vertalen naar gewonnen wedstrijd. Oké. Nou, ik wens je succes komende donderdag en we spreken elkaar ongetwijfeld weer over een week of twee of zo. Ongetwijfeld. Ter Landstede. Ongetwijfeld. Dankjewel. Welkom in de studio. Het is niet de eerste keer dat je hier staat. Je stond natuurlijk al toen je speler van de maand januari was. Ik vraag me af of je ook speler van de maand februari gaat worden. Maar goed, dat weten we nu nog niet. Wat vond je van de wedstrijd van vandaag? Ja, ging wel lekker. Ik vond ons goed als team spelen. De eerste helft met name waren we echt goed bezig. Het schotpercentage was onwijs hoog. En gewoon nog een goede overwinning en een lekkere wedstrijd om Nick als nieuwe speler in te krijgen. De jongens van het Nederlands team waren natuurlijk nu terug. Dus een goede wedstrijd om weer even op te starten, laat ik het zo maar zeggen. Ja, precies. En hoe bevalt het spelen met de beide nieuwelingen? Want Legends heb je natuurlijk de vorige wedstrijd al meegespeeld. Je hebt natuurlijk de hele week op de training nog mee kunnen werken. Wat betekent dat voor jou, zo'n toevoeging van een speler die ook eigenlijk op jouw positie kan spelen? Ik denk dat het alleen maar goed is. Ook qua concurrentie op training kan je elkaar natuurlijk een beetje optrekken. Dus in die zin is het alleen maar voor training is het al goed. En ik denk dat ze allebei goede toevoegingen zijn voor het team. En dat we als team echt alleen maar heel erg op vooruit zijn gegaan. Ja, behoorlijk sterk in de breedte ook. Ja, we hebben nu een vrij brede bank die we de afgelopen jaren niet zo gehad. Nee, ik zei op een gegeven moment de bank die de mensen die toen op de bank zitten, dan zouden ploegen jaloers zijn als ze die vijf spelers hadden kunnen opstellen. Ja. Dus even over het hele seizoen zelf. Ik bedoel, je bent flink aan het scoren, je bent assist aan het geven, je bent een stukje harder aan het verdedigen geslagen. Hoe vind je dat het zelf gaat in dit seizoen voor je persoonlijk even, niet los van team? Persoonlijk vind ik ook dat het goed gaat. Ik laatste wedstrijd ga gewoon sinds de herstart van de competitie gaat het persoonlijk echt goed. Aanvallend draag ik echt mijn steentje bij, heb ik nu het idee. En verdedigend doe ik ook nog steeds gewoon mijn ding, wat ik afgelopen jaren voor mijn gevoel ook wel deed. Mm-hmm. Maar vooral aanvallend vind ik dat ik nu wel een stukje vooruit ben gegaan weer. Dus. Nou ja, we vergeleken je een beetje met een pitbull vandaag in je verdediging op Lombardi. Ja, ik was vandaag wel flink wat energie aan het gooien in de verdediging. Dus dat ging voor mijn gevoel wel goed. Het had niet veel punten in het begin. Nee. Heeft het feit dat je nu klaar bent met je studie, geeft dat ook niet een verlichting van, nou kan ik eigenlijk echt vol op de basketbal gaan? Dat meewerkt dat je wat stappen aan het maken bent? Ja, wel zeker. Ik denk dat het heel erg scheelt. Ik heb afgelopen jaren heb ik het continu gecombineerd met studie. En dat was vooral eerste jaar was het gewoon best pittig, omdat je dan... Ja, je doet het allebei een beetje en je bent bij allebei ben je dan soms kan je het niet 100% doen. Mm-hmm. En nu dit jaar moest ik nog onderzoek doen en dat heb ik afgerond. En ik kan me nu gewoon, nu kan je gewoon vol focussen op één iets en dan hoef je niet bezig te houden met andere dingen. Dus ik denk dat het ook zeker een rol speelt in dat ik nu misschien wat beter speel en wat beter. Je ging toch ook dit jaar en volgend jaar dan alleen puur voor het basketbal? Ja, zeker. Dus, want dat vertelde je in een interview voor het seizoen aan mij. Ja. Dus je hebt nog een jaar hier te gaan sowieso. Ik zou zeggen, laten we eerst met dit jaar spelen. Laten we maar eens voor de titel gaan. Wat dacht jij daarvan? Dat zou mooi zijn. Ik denk dat we een goed team hebben en dat we daar zeker kans op maken als we blijven doorontwikkelen. Okay. Hey, dankjewel. Ik zou zeggen, ga lekker douchen. Dat mag je hier niet. Ja, dat mag nog. Ga lekker douchen en tot de volgende wedstrijd. Succes donderdag in Den Bosch. Dankjewel.